Hallo allemaal en welkom bij deze tutorial. Hoe teken je een leeuw? En ik ga dat doen met pastelpotloden. Maar ik ga eerst even een hele handige tip laten zien voor degenen die nog helemaal beginnend zijn, dus beginnende kunstenaars. Hoe je een overtrek kan maken van je referentiefoto. Wat je gaat doen is, je neemt een pastelkrijtje. En dan chit je de achterkant van je referentiefoto, die je dan even in zwart-wit uitprint. Die chit je helemaal in met dat pastelpigment. En dan pak je een doekje en dan wrijf je die pigmentjes een beetje dus in op die achterkant. Dit is mijn kleurenfoto en ik ga tekenen op bruinig pastelpapier. En ik ga nu dus die referentiefoto overnemen op dat bruine pastelpapier. De schets eronder is trouwens een voorstudie. Maar dit is dus die referentiefoto. En dan pak je gewoon een HB grafietpotlood of een pen of wat je maar wil. Als het maar een harde punt heeft. En dan kun je dus aangeven waar de ogen zitten, waar de oren zitten, de neus, de snoet. Alles wat je maar wil eigenlijk. Alles wat je wil gaan tekenen, dat geef je dan aan. Ik plak dat referentiefotootje dan wel eventjes vast. Ik heb hem links met twee plakbandjes vastgezet, zodat hij niet verschuift over je pastelpapier. En dan geef je dus die dingen aan die je belangrijk vindt. Dus hier zie je hem, de achterkant, de referentiefoto, het potlood wat ik gebruikt heb en dus de afdruk die je krijgt als je deze over wilt nemen. Als je nog niet zo goed bent in uit de losse hand tekenen. Nou, je ziet dus heel sumier wat blauwe lijntjes staan. Ik heb er niet zoveel getrokken, ik heb er niet zoveel nodig. Maar mocht je meer lijntjes nodig hebben, dan kun je er natuurlijk ook meer over trekken. Dat mag in de kunst is alles geoorloofd. Niets moet en alles mag. En daarna blijft het nog steeds een hele klus om een hele mooie leeuw uiteraard te tekenen. En ik gebruik dus de Stabilo Carbotello kleurpotloden in dit geval, pastelpotloden. Pastel is een droge stof, een droog medium. En dan ga ik dus eerst op zoek, en je ziet ook rechtsbovenin de kleurenreferentiefoto. Die is overigens ook terug te vinden op tekenclub.nl. Daar staat de volledige tutorial op van 2,5 uur, dus aanpoten. Oh ja, ik ga dus op zoek eerst naar de donkerste delen, dus de schaduwen. En als je goed kijkt naar de referentiefoto, dan zie je dat het licht van rechts komt. Dus de linkerkant van het gezicht van onze leeuw is meer in de schaduw gehuld. Terwijl de rechterhelft van onze leeuw dus lekker wat zon pakt. En die zon die schijnt tussen de blaadjes door en valt ook op zijn lijf. Dus deels zon, deels schaduw. Dus ik heb het bruine pastelpotlood gepakt op mijn lichtbruine pastelpapier. En ik zoek dus die schaduwplekken op. En ik heb wat hulplijntjes staan. Dus dat is heel makkelijk voor als je nog beginnend bent. En zo zoek ik dus naar al die schaduwen. Als ik die eerste laag dan heb ingetekend, dan pak ik een kwastje. Gewoon een schone, droge kwast. En dan ga ik die pigmenten een beetje in het pastel invrijven. Je krijgt dan een heel mooi zacht effect. En die honingraadstructuur van het papier, die verdwijnt een beetje. Blijft wel zichtbaar, maar dat wil ik ook. Maar het wordt dus een schilderachtig effect. Dan pak ik een middengrijs potlood en ik probeer het nummertje te zoeken, maar die is er helaas afgesleten. Maar goed, maakt niet uit. Hij is ook bijna aan zijn einde. Maar dat middengrijs in dit geval gebruik ik om een eerste laag te zetten voor de achtergrond. En het voordeel daarvan is dat die manenrand, zeg maar, die kan dan licht eruit steken. Je ziet het hier ontstaan. Dus door de achtergrond een tint te geven, kun je nu de lichte manen van de leeuw zien. Ook die hele achtergrond wrijf ik weer in met de kwast, zodat ik een mooi zacht effect krijg.
Dit is mijn donkergrijste potlood. Dus dit is niet zwart, dit is donkergrijs. En met dat donkere grijs ga ik naar de nog donkerdere delen van de leeuw zoeken. Dus dat is dat stuk hier onder die manenkam. En dan tussen die twee grote voorpoten in. Daar zit heel veel schaduw. Dus dan komt er een tweede laag over die bruine laag heen. Je kunt nou ook heel mooi zien dat de linkerhelft van de leeuw dus veel meer in de schaduw ligt en dus aanzienlijk donkerder is dan de rechterhelft van die leeuw. En leeuwen hebben een magnifieke kop, ze hebben heel veel uitdrukking, ze hebben een beetje een stoere blik, niet echt arrogant, maar ze zijn echt, ja, een beetje, ja, echt wel king of the jungle, zullen we maar zeggen. Wat ik met de achtergrond ga doen, dat weet ik nog niet helemaal. Ik denk dat ik wat meer takken daarin wil hebben. Op de referentiefoto vind ik de achtergrond een beetje saai, dus ik ga dat veranderen terwijl ik aan het tekenen ben. Ook die donkergrijze laag, die wrijf ik weer in met dat penseel. Dus zachtjes intikken, ik ga niet als een wilde bras tekeer, ik hou rekening met de groei van de haren. Hier ga ik tussen die manenkam, daar helemaal bovenin, nog iets meer contrast zetten vanwege de richting van het licht. Dus ik bouw rustig door en in totaal duurde deze tutorial dus 2,5 uur, dus het was best een klus. Dit is de wat versneldere versie, maar je krijgt een goed beeld van hoe mijn plan van aanpak is. Ik zoek naar belangrijke delen, de sterkste contrasten en hier heb ik uiteindelijk het zwarte pastelpotlood te pakken genomen. Te pakken genomen, is dat een goed woord? Jawel. Ik heb hier het zwarte potlood en met dat zwarte potlood doe ik nu de aller donkerste delen. Dus ik zet ook de pupillen in de ogen en die randjes in de ogen. Ik heb ook de binnenkanten binnen in de oren heb ik met zwart gedaan. En het zwart gebruik ik dus een beetje voorzichtig. Want doe je te veel zwart in je tekening, dan kan die nog wel eens een beetje plat overkomen. Dus ik gebruik het zwart puur voor die delen die dat echt nodig hebben. Dit is een Van Gogh potloodje, dus even geen Stabilo Carbotello. Deze ben ik aan het testen. Die had ik bij Crea Art gekocht in Apeldoorn. Hele mooie grote kunstenaar speciaalzaak. En nu ga ik dus voor het eerst op zoek naar de lichte delen. Dus die zon die dus van rechts komt in dit geval, die schijnt op die kop van die leeuw, maar ook hier op het puntje van die baard. En natuurlijk helemaal in die rechter manenkam. En dat is echt, dat zijn echt wel stukken die flink veel licht pakken. En dit is een soort, ja, wat is het voor kleur? Donkerroze, een beetje altroze, zo moet je het zien. En dat altroze gebruik ik ook in de manen hier. Als je goed kijkt naar de referentiefoto, dan herken je deze kleur misschien wel. Het is even zoeken naar die kleur, maar hij zit een beetje tussen het rood en het bruin in. Ik vind dit een erg mooie kleur en die pas ik dus graag toe bij het inkleuren van een beetje bruinige dieren. Het is een mooie wildkleur. En dit is mijn groene pastelpotlood. En dan denk je misschien, wat groen in een leeuw? Nou, dat heeft te maken met de omgeving. De omgeving van deze leeuw bevat veel groen. Ik heb die omgeving nog niet erin getekend. Maar groen zit wel degelijk ook in de weerkaatsing van het licht op de bomen. Dit is gele oker.
een vrij licht geel of een heel licht bruin, zo kun je het ook noemen. En gele oker is natuurlijk ook een magnifieke kleur om te gebruiken in deze leeuw. Ik pas hem toe over dat hele wittige geel, die van dat Van Gogh potlood. En ook gele oker gebruik ik dus voor die delen op de leeuw waar de zon erbij kan komen, zeg maar. En waar de zon dus schijnt op het gezicht en op de manen van deze magnifieke leeuw. En hij begint nu al steeds meer vorm te krijgen. Je ziet hier ook die aftekeningen rond de ogen. Dat is ook heel leeuw-eigen, zeg maar. Het zijn mooie aftekeningen. En als je goed kijkt, dan hebben ze best een grote snuit. Best wel ook een grote neus en een enorme mond natuurlijk, die nu gesloten is. En een leeuw heeft enorme kaken. Hij kan zo je hoofd omvatten, zeg maar, als hij dat zou willen. Nou, ondertussen geef ik dus ook wat lichtere delen aan in het schaduwgedeelte van de leeuw. Daar pak ik een paar haartjes toch ook nog wel wat licht. En dat zijn ook de aftekeningen natuurlijk. Je ziet eigenlijk twee ringen rond het hoofd van de leeuw. De eerste ring is middellang haar. En de tweede ring die van achter de oren vandaan komt, die heeft hele lange haren. Hier onderaan teken ik een boomstam. Als je kijkt op de referentiefoto, dan zie je dat hij op het dakje van een of ander verblijf ligt. Ergens in een dierentuin waarschijnlijk. Dat is mijn vermoeden. Ik maak er meer een beetje een natuurlijk iets van. Dus ik wil hier meer een boomstam van maken. En als je groen nou een beetje wil temperen, ik vind hem hier iets te groen, dan doe je daar gewoon een beetje roze overheen. En dan is het groen niet meer zo groen. Goed, nu heb ik de leeuw aardig in beeld. Nog niet helemaal af, maar hij is toch wel erg mooi aan het worden. Nu wordt het ook tijd om de achtergrond mee te nemen. Wat ik heb gedaan is een groene laag inbrengen. En die groen zet ik ook in een beetje tussen de takken. Dus ik wil een beetje een levendigere achtergrond maken dan in mijn referentiefoto. En dat moet dan wat toevoegen aan het beeld. Ik krijg heel vaak vragen over achtergronden, van hoe pak ik dit nou aan? Nou, het leukste om te doen is om hier lekker je fantasie los te laten. Dus ik heb hier eigenlijk een soort van takjes gecreëerd en het licht wat daar dan doorheen schijnt. En dat soort dingen, dat is een beetje een abstract kunstwerkje dan aan het worden. Die achter die impressionistische en indrukwekkende leeuw achter vandaan komt. En zo'n abstract achtergrondje kan dus heel veel toevoegen aan je dierportret. Gewoon leuk om te doen ook. En je kunt dan ook eventjes de leeuw met rust laten. Je gaat gewoon lekker fantaseren in die achtergrond. Misschien wat lichtstralen of misschien wil je het veranderen. Ik vind bijvoorbeeld hier links mag die veel donkerder worden. Dat vind ik wel gaaf. En dat zie je dan ook gebeuren. Kijk, ik maak hem donkerder en gelijk wordt het wat spannender om naar te kijken. Super gaaf dus om te doen. En hou de achtergrond ook een beetje wazig, dan is die lekker out of focus. Ik denk dat ik er ook nog wat blauw aan toevoeg, dat is misschien ook wel mooi. En uiteindelijk zet ik dan nog wat kleine details, dus de allerlichtste haren, die doe ik op het allerlaatst met wit. Even kijken, nou niet te fel, ietsje terug dwingen met het vinger, met de vinger. En die laatste details, die kun je dan doen als je achtergrond klaar is. Ik heb er nog wat blauw bij toegevoegd en mijn tekening is klaar. Hartstikke gaaf om te doen. Prachtige dieren. Wie weet zie ik jou op tekenclub.nl of anders op mijn Patreon-site. Daar staat deze leeuw ook in het Engels wel te verstaan. 2,5 uur met alle prints en platen.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende take.